Ik was heel erg beïnvloedbaar. En, dus ik liep heel erg mee. En als iemand al zei bijvoorbeeld, kom we gaan niet naar de les, dan ging ik niet naar de les. Want ja, dat kon gewoon. En hier, je bent gewoon op school, de klassen zijn kleiner, de lessen zijn ook leuker. Lisa is een van de ongeveer 40 jongeren die 12 uur per dag onderwijs en zorg krijgt van School to Care in Amsterdam. Ze wil aan haar toekomst werken en heeft structuur nodig. Maar vanuit huis wordt ze nauwelijks gestimuleerd. Er werd niet echt gekeken naar of ik wel of niet ging. Dus ik had gewoon ook die vrijheid om niet te gaan als ik dat niet wou. Sommige kinderen komen uit gewoon hele normale, gezellige gezinnen met vader en moeder en broertjes en zusjes. En gaat het toch bij één kind niet goed. Maar je hebt ook kinderen bij wiens ouders misschien verslaafd zijn, alcohol of drugs. Of dat er gewoon multiproblemen zijn. Nou, het is een school van 8 tot 8. Dat betekent dat we jongeren opvangen, dat ze thuis blijven wonen. Dat is ook de bedoeling. De bedoeling is dat ze niet uit huis geplaatst hoeven worden. Het zijn jongeren die op veel terreinen eigenlijk problemen ervaren. Op school, op straat en soms ook in het gezin. Daar kunnen ze niet altijd wat aan doen. Hè? Maar aan de andere kant zeggen wij ook, maar je bent wel degene die nu aan zet is om wat van je leven te maken. En dat doen de jongeren door al dan niet vrijwillig naar School to Care te gaan. 6 jaar geleden ging het in Amsterdam van start. En intussen hebben ook andere scholen in de Randstad het nieuwe concept omarmd. Driekje Postema en Marijn van Gorkum willen het ook naar Overijssel halen. Naar Enschede, om precies te zijn. Je staat zo rond 8 uur met school en je gaat door tot 8 uur. 's avonds. En daartussenin krijg je van 1 coach, die gelijk jouw docent is, ook de hele hulpverlening zeg maar, ook aangeboden. Dus die is en docent overdag, zeg maar, en ook daarnaast de hulpverlener in de thuissituatie. Maar iets soortgelijks, dat is er nog niet? In Twente bestaat het nog niet. We zien dat veel jongeren die, als ze daar gesloten geplaatst moeten zijn, dat ze dan naar andere regio's naartoe zouden moeten gaan. En een dergelijk concept, zeg maar, is in Twente eigenlijk nog niet. Je mag hier om 8 uur al zijn en dan kan je hier ontbijten. En dan heb je eigenlijk tot 3:15 les. En daarna heb je eigenlijk workshop, sport. En soms gaan we op sportoriëntatie, dat is dan buiten de school, gaan we sporten. En ja, we hebben ook avondprogramma tot en met 7:30. En ja, daar kan je eigenlijk gewoon doen wat je leuk vindt. Dus eigenlijk gewoon dagbesteding na 7:30. En daarna ga je weer naar huis? Ja. Als je dat wilt. Als coach sta je ten alle tijde naast je leerling. Of het nou goed fout, gaat of fout maakt, of ze nou fouten maken of alles goed doen. Dus wij gaan met ze mee met de gesprekken met jeugdbescherming of als er politiecontact is of nou noem maar op. Het is absoluut geen kleine stadproblematiek. Dus een stad als een Enschede of Almelo, Deventer, ik noem maar even iets. Dat zijn wel steden waar volgens mij ook wel een forse groep jongeren is die dit nodig zou kunnen hebben. Er zijn tientallen jongeren in Overijssel die gesloten moeten worden geplaatst. Dus wat dat betreft denken wij dat we echt wel jongeren kunnen zijn die op een dergelijke school heel goed opgevangen kunnen worden. Wat is je doel? Hier uitstromen natuurlijk en verder stromen. Ik wil graag een SPW-opleiding doen, dus in de hulpverlening. En daarin wil ik gewoon verder. Niemand wil naar School to Care en niemand wil hier naartoe. Iedereen bij de intake gaat met tegenzin naar binnen. En het mooiste compliment is altijd als kinderen aan het einde van de rit zeggen van ik wil helemaal niet weg of waarom mag ik hier mijn diploma niet halen.